Jurgen van Lerbergen, eh, je bent eh, schepen in eh, Poperingen. Dus jij kan ons alles vertellen over Liestendhoek Military Cemetery. Eh, ja. Niet makkelijk om uit te spreken. Ja. De grootste hospitaalbegraafplaats ter wereld. Ja. En natuurlijk, uh, dat betekent ook dat tijdens de oorlog daar ook een heel groot veldhospitaal uh, aanwezig was. Er waren er op een bepaald moment zelfs vier verschillende veldhospitalen. We weten uit uh, opzoekingswerk dat ongeveer een, uh, een 300.000... Gekwetste soldaten daar gedurende de oorlog gewond, toegekomen zijn, verzorgd zijn. En er zijn er van die 300.000 ongeveer een kleine 11.000, 10.786 om precies te zijn, die het niet gehaald hebben en die dus nu op Lissentok Military Cemetery begraven liggen. Ja. Echt al zot. En jullie hebben nu ook een, een interpretatiecentrum ja. Uh... ja, omdat we toch wel het heel unieke verhaal van die begraafplaats, je kunt er eigenlijk het volledige verloop van de Eerste Wereldoorlog in de West ook volgen aan de hand van, van de grafstenen. Uh, dat we ook het medische verhaal als stad als achter het front wat extra in het licht wilden brengen. In het licht willen brengen, dan hebben we een, uh, een bezoekerscentrum, een interpretatiecentrum gebouwd waar je enerzijds. Het, uh, het verhaal van het hospitaal gereconstrueerd krijgt en, en anderzijds toch ook wel wat duiding bij de begraafplaats zelf. Ja, want er is zo'n scheurkalender met ja. daarop dan de persoonlijke verhalen Inderdaad. van de soldaten. Wat, wat ons opviel tijdens de voorbereiding, en dat is eigenlijk een beetje toevallig gekomen, maar goed, hoe ontstaan goede ideeën alles bij toeval, dat we eigenlijk voor elke dag van het jaar, inclusief 29 februari, uh, dat er wel iemand begraven ligt op die begraafplaats. We zijn dat gaan samenbrengen, het is ook visueel voorgesteld. Als een druivelaarkalender, als een scheurkalender. En we gaan dus voor elke dag van het jaar een individueel verhaal gaan brengen van een soldaat die op die dag, begraven ligt, eh, die op die dag gestorven is en dus ook begraven ligt op Pleisentoek. We pogen namelijk om uh, uh, ongoing, eh, dus ook vandaag zijn we daar nog mee bezig. Uh, Souvenirs, uh, ego-documenten uh, van mensen die begraven liggen nog uh, te verzamelen. Dat lukt ook, ons ook vrij aardig. Uh, er we, zelfs ja, ik heb er van een, een aantal bij. Uh, dus uh, de, de ene soldaat Frederik Warner, die ligt op uh, Leeuwenhoek begraven. De, het andere pakketje is eigenlijk van zijn broer die ligt in Abbeville. Maar zijn familie, zijn nazaten, uh, de man die ons dat bezorgd heeft. Uh, vond het wenselijk dat hij beide pakketjes documenten aan ons bezorgde, zodat uh, ja, 100 ja. jaar na datum uh, de broers uh, verenigd zijn. Heel, heel, heel mooi.